Nummer 5. Dit koffiezetapparaat heeft afmetingen van 30,5 bij 30,5 centimeter en een gewicht van ongeveer 6 kilogram. Hij heeft een capaciteit van 800 kubieke centimeter en een vermogen van 1080 watt. Dit apparaat heeft een touchscreen gebruikersinterface en kan espresso koffie van hoge kwaliteit zetten. Deze machine kan ook cappuccino's en warme thee bereiden. U kunt de prijs van dit artikel zien door op de link in de beschrijving te klikken. Nummer 4. Deze koffiemachine is bijzonder geschikt voor wie niet veel ruimte heeft. Het is kleiner van formaat, maar niet minder effectief en functioneel dan andere modellen. Capaciteit en vermogen zijn respectievelijk 1 liter en 850 watt. Hij is volledig gemaakt van roestvrij staal, wat hem stevigheid en weerstand geeft. De boiler is van aluminium en biedt plaats aan zowel ESE-pads als gemalen koffie. Hij is ook zeer gemakkelijk schoon te maken, omdat de lade in alle rust kan worden verwijderd, waardoor het schoonmaken een echt praktische en snelle handeling wordt. In de beschrijving vindt u de link naar dit product. Nummer 3. Deze koffiemachine in retro-stijl is gemaakt van kunststof en kan zowel met ESE-pads als met gemalen koffie worden gebruikt. Zijn capaciteit van ongeveer 1 liter geeft hem een goede autonomie. Hij weegt ongeveer 4 kilo en heeft een wattage van 900. Hij is niet alleen zeer gebruiksvriendelijk, maar ook gemakkelijk schoon te maken omdat de aluminiumbak op elk moment gemakkelijk kan worden verwijderd. Onderaan de videobeschrijving vindt u de link naar het product. Nummer 2. Dit apparaat van roestvrij staal is zeer solide en duurzaam. Hij heeft een wattage van 1100 en een capaciteit van 1 liter. Zijn sterke punten zijn de veelzijdigheid en de bruikbaarheid. Hij is compatibel met ESE-pads, zowel biologisch afbreekbaar als gemalen in poedervorm. Met dit apparaat kunt u espresso-koffie zetten, zowel gemalen als in poedervorm. Ook in dit geval is het mogelijk kruidenthee en infusies te bereiden, waarbij alleen kokend water uit de machine komt. Koop dit product met de link in de beschrijving. Nummer 1. Gemaakt van roestvrij staal, met een capaciteit van ongeveer 2 liter en een vermogen van 1600 watt. Door al deze kenmerken lijkt hij sterk op de machines die door koffiebars worden gebruikt, waardoor hij in korte tijd uitstekende koffie en cappuccino's kan maken. Het is een zeer professionele machine, en uiterst veelzijdig. Hij is geschikt voor poeder, pad en bonenkoffie. Zoek de link naar dit artikel in de beschrijving.